Welkom op de werkplaats. Wij gaan jullie vandaag rondleiden. Nou, dit is de hal. Hier komen we elke ochtend binnen. Nou, nu lopen we het domein van team 3 binnen. Hier staan onze kluisjes. Ja, en dan lopen we nu verder door het domein. Hier krijgen we de instructies in het instructielokaal. Vaak is dat één keer per week per vak. We zijn in team 3 in het domein. Het domein is in twee kanten gesplitst. De ene kant is eerstejaars en de tweede is tweedejaars. Hier krijgen we lessen. Die krijgen we in het instructielokaal en werken we aan onze weektaak. Ja, je komt 's morgens binnen hier op school in je team en dan kijk je op het bord of je instructie hebt of dat je domeinuur hebt. En als je domeinuur hebt, dan ben je eigenlijk vooral zelf aan het werk met de weektaak. Je werkt hier bijvoorbeeld aan de vakken die je op dat moment hebt, waar de medewerker ook van rondloopt. Dus als je wiskunde hebt, staat een wiskundedocent op een domeinuur. Of je werkt aan een WP-uur, dan mag je aan alle vakken werken die je wil. Een werkgroepje is meestal met 4 personen en daar zit je ook mee in het instructielokaal. Ik vind het zelf heel erg fijn dat ik in een werkgroepje zit, want je kan mensen gewoon lekker lol trappen en met iedereen praten. En als je vragen wil stellen, dan kan dat meestal ook in je werkgroepje. Onder periode wisselt het met een groep. Meestal zit je met 4 mensen in één groepje en dat wisselt per periode af. Als je met je werkgroepje niet uit een vraag komt, kan je ook altijd naar de medewerker toe en die helpt je dan verder. Dan begeleiden we jou bij het maken van je weektaak en dan kan je vragen stellen aan ons. In principe is het wel aan jezelf om te zeggen of dat te veel verantwoordelijkheid is of niet. Maar je leert ook uiteindelijk omgaan met die verantwoordelijkheid. We werken eigenlijk meestal ook voor bijna elk vak met een laptop. Ja, het verschilt per vak, want voor natuurkunde werken we eigenlijk alleen uit het boek. Daar hebben we ook geen online site voor. Dat daar was een voorbeeld van een domein waar we in werken. Nu gaan we een plek laten zien waar we nog meer instructie krijgen en waar we nog les hebben buiten het domein om. Hier zijn we bij de labs van de werkplaats. Je kan hier natuurkunde, scheikunde en biologie krijgen. Hier kan je ook proefjes hebben voor die vakken. En we spreken elkaar aan gewoon met de voornaam en met je. Wij heten ook werkers, want wij werken aan onze toekomst. En de medewerkers die werken daaraan mee. En daarom zijn het de medewerkers. Het draait vooral om de werkers. De werkers die moeten zich fijn voelen, je moet je thuis voelen en de medewerkers helpen eigenlijk alleen daarbij. Het is niet dat het om hun gaat, zij zorgen ervoor dat het beter gaat. Toen ik binnenkwam, toen voelde ik gewoon meteen die sfeer dat het gewoon goed was. Ik voel me veilig op deze school, ik voel me goed, want ik weet dat ik met respect word behandeld. Hier hebben we het muzieklokaal. En daar werk je met instrumenten. Aan de andere kant hebben we het dramalokaal. En daar maak je elk lesuur een soort van toneelstukje. En dat voer je dan op aan andere klasgenoten. En je zal voor ongeveer 4 weken niks meer doen in je arm. Ah! Je overkomt wel je angst uiteindelijk. Met voor een grote groep staan bijvoorbeeld. Hier zijn we in het kooklokaal. Dit is dus een van de voorbeelden dat je niet met boeken werkt en met handen. Dat muziek, drama, koken en BV, dat houdt je houding toch wel wat actiever. Want dat maakt school dan wel wat leuker. We zijn nu in het wondervormingslokaal. En in deze gang zijn alleen maar creëerlokalen zoals textiel, tekenen, wondervorming, techniek. Textiel ben ik nu bezig met een hele outfit te maken en die daarna dan te presenteren voor alle tweedejaars, zeg maar. Je krijgt ook extra activiteiten. Er wordt bijvoorbeeld theatersport geboden. Dat is net iets anders dan theater. Dat is meer van hoe blijf je actief op het podium. Je hebt ook nog een debatclub. Als je bijvoorbeeld ook meedoet met een musical, dan zitten mensen van MAVO zitten ook met VWO. Waardoor je ook ziet dat mensen van VWO of van HAVO met elkaar omgaan. Maar je hebt ook voor de mensen die echt wel willen dansen, zijn er ook dansvoorstellingen. Ik vond de dansvoorstelling toch wel leuk, omdat je met
vrienden en vriendinnen en mensen van de hele school samenwerkt aan een project. En je leert ze ook anderen van de hele school en alle verschillende jaarlagen beter kennen. En het is er alleen maar extra bij. Dus het gaat niet ten koste van de andere vakken. Als je klaar bent met deze school, krijg je gewoon een normaal diploma, net zoals je op elke andere school zou krijgen. Dus je kan gewoon dezelfde toekomst tegemoet gaan, maar dan met wat extra creativiteit door de jaren heen. Nou, welkom in de sporthal van de werkplaats. Hier hebben wij altijd gym. De ene periode hebben wij hier gym. Dat doen we meestal volleybal, badminton, binnenvoetbal, hockey, noem het maar op. In de zomer heb je buitengym op het sportveld. Dat zit achter de school. Wij staan hier op het sportveld waar we buitengym hebben, als het goed weer is om buiten te gymmen. Dit is eigenlijk gewoon ons buitenveld van de WP, waar we ook met de mentorklasse en gewoon in de pauze naar buiten kunnen gaan. We zijn nu in de kantine. Je kan broodjes halen, broodjes gezond, paninis, yoghurtjes, drankjes. En de pauzes die zijn om 10:55 en om 1:00. Je ziet gewoon bos om je heen. Dat vind ik wel een fijne omgeving. In de zomer dan zit ik soms wel buiten om gewoon in het zonnetje te zitten. We vallen eigenlijk elke pauze, dus we zijn sowieso het hele jaar buiten. Behalve als het echt slecht weer is, dan zitten we meestal gewoon in de kantine. Met je mentor kun je wel altijd een gesprek voeren. Het lukt even niet. De cijfers zijn niet goed genoeg. Voor dat soort dingen kan je altijd naar de mentor toe. Dat is echt een super fijn idee dat je altijd weet dat je op iemand kan vertrouwen. Je kan daar ook bij die persoon kan je ook alles kwijt. Je hebt altijd twee mentoren, dus ik ben samen met iemand anders mentor. We kijken eigenlijk altijd heel goed naar hoe worden opdrachten gemaakt, hoe worden testen gemaakt. Dat wordt dan ook heel vaak nabesproken. Dan hebben we ook gesprekjes samen hier op school. Afhankelijk van wat wij of het team merken, wat nodig is bij die werker, plannen we een gesprekje in met ouders en met de werker zelf altijd erbij. Dan word je echt wel in begeleid en het plan is dus dat je naar de HAVO wil. Dan gaan ze je er ook echt in motiveren om naar de HAVO te gaan. En dat heeft ook te maken met welk niveau je uiteindelijk naar uitstroomt. En het maakt niet uit naar welk niveau dat is, maar je moet wel het gevoel hebben dat jij daar tot je recht kunt komen. En zo kan je je leerroute helemaal afleggen. Nou, ik heb in de derde heb ik Cambridge gevolgd en dat is eigenlijk een extra uitdaging Engels en dan kan je een certificaat halen en dat staat uiteindelijk heel goed op je cv. Je hebt Cambridge dat je kan volgen, je hebt Goethe, je hebt U-Talent en dat is een programma en daar krijg je uiteindelijk ook een certificaat en dan kan je opgeven voor een bepaald onderdeel. Dus je kan het volgen voor scheikunde, dus voor de beta vakken. Maar je kan U-Talent kan je ook volgen voor talen. En het is allemaal bedoeld om jezelf een extra uitdaging te geven. En ik denk dat we op de werkplaats en zeker in de onderbouw heel erg gefocust zijn op dat het een proces is. En dat het niet, je leeft niet van testmoment naar testmoment. Maar er wordt heel erg naar gekeken hoe heb je het aangepakt. Hoe ging dat en hoe ga je dat nu doen en hoe ga je dat verderop doen en dat is dan een soort cyclus. Voor je persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk dat je dus leert van anderen. Dat je kijkt van hey, hoe pakt een andere dat aan, dat je je werk kunt vergelijken met een andere. Daar leer je veel van, zowel per vak, maar ook in hoe jij groeit als persoon. Maar als je op deze school komt, ga je uiteindelijk heel veel zelfstandig werken ook, maar ook heel veel samenwerken en je moet ook zelf plannen. En je hoeft er niet goed in te zijn om dat te doen, maar als je er voor open staat en je het graag wil leren, dan kom je heel ver en dan lukt het heel goed op deze school.